E-health diensten dragen bij aan gezondsbevorderend gedrag, oftewel zelfmanagement. Maar hoe effectief zijn deze diensten? Het e-health analyse en sturinginstrument, kortweg EASY, geeft hier een antwoord op. Bovendien biedt het handvaten voor verbetering van diensten. De EASY vragenlijst is ontwikkeld door TNO en coöperatie VGZ. EASY is representatief, valide en betrouwbaar. Bovendien is tijdens de ontwikkeling nadrukkelijk gelet op bruikbaarheid. Toekomstige gebruikers zijn zorgverzekeraars, zorgverleners en ontwikkelaars van e-health diensten. Laten we eens kijken hoe EASY in de praktijk werkt. EASY start met het inloggen op je persoonlijke pagina. Alle eerdere beoordelingen worden in een lijst weergegeven. En ook staan hier contactgegevens van de beoordelaars, zodat je ervaringen en beoordeling kunt uitwisselen. Een nieuwe beoordeling start met de context van de e-health dienst. Wie is de doelgroep en hoe wordt de e-health dienst gebruikt? De vragenlijst bestaat uit drie dimensies: nut, gebruiksvriendelijkheid en inhoud. Onderzoek toont aan dat deze dimensies iets zeggen over de effectiviteit van e-health. EASY is een samenspel tussen wetenschappelijke kennis en de expertise van de beoordelaar. Elke vraag kun je beantwoorden op een 5-puntschaal. En ook kun je opmerkingen toevoegen. Na het invullen worden de resultaten compact samengevat en kan je een eigen beoordeling geven. Op de diagnosepagina staan de resultaten op een inzichtelijke manier weergegeven. Verder kunnen de resultaten makkelijk worden geëxporteerd en gedeeld. EASY biedt meer mogelijkheden dan we nu laten zien. Je kunt beoordelingen vergelijken van verschillende mensen en verschillende diensten. Je kunt informatie over de eindgebruiker van de dienst delen. Je kunt voorbeelden bekijken die helpen de vragenlijst ondubbelzinnig te beantwoorden. TNO blijft de EASY verbeteren om met de snelle ontwikkelingen binnen e-health mee te gaan. Kennis opgedaan tijdens het toepassen van EASY wordt iteratief doorgevoerd. Blijkt in de praktijk dat een nog onbekend onderwerp bijdraagt aan de effectiviteit, dan wordt deze toegevoegd. Ten slotte wil EASY internationaliseren. Nederland geldt als een van de voorlopers, maar ook andere landen passen e-health toe. Zij kunnen met EASY de kwaliteit van e-health verbeteren en zelfmanagement stimuleren.